Over het weer valt altijd iets te zeggen. Geen betere ijsbreker dan het weer. Weerman Tom Bruin heeft kennis van de atmosfeer. Hij bestudeert het weer in het buitenland en schrijft dan zijn lokale weersverwachting uit. Hij ruikt, voelt en neemt waar. En als de weerman loog, bedenk dan, tussen de druppels was het droog. Hier is Tom Bruin met het weer. Goedemorgen beste kijkers. Dit is het weekendweerbericht van zaterdag 22 augustus. We hebben een ongekende hittegolf achter de rug die we uiteindelijk nu eens een keer afgesloten hebben. De decadetemperaturen die heb ik op schiet.nu gezet en dat kunt u zelf opzoeken. En daar blijkt uit dat de temperaturen ver boven het normaal gemiddelde zijn uitgekomen. Tot zelfs wel 6 of 7 graden boven het normaal. Het is ongekend. Nou, we dachten dat we van de laatste dagen af waren. Maar er is één dag na de hittegolf, toen werd het net 24 graden. En wat schetst mijn verbazing, de volgende dag, toen werd het weer 31 graden bij een zuidelijke wind. Dat had dan weer te maken met een ex-tropische storm die uiteindelijk bij Ierland lag. En die enorme warme lucht vanuit het zuiden naar onze kanten uit, ja, blies eigenlijk, moet ik zeggen. Nou, vandaag, zaterdag, dan hebben we inderdaad heel ander weer. Er kunnen een paar buien vallen. Daartussendoor is zon en de temperatuur zit op een veel beter niveau dan ongeveer 23 graden. De aankomende nacht is het vrijwel droog en die temperatuur die zakt dan naar een graad of 16. Zondag, dan hebben we eigenlijk soortgelijke weersverschijnselen. Er is nu en dan zon en de temperatuur die stijgt tot een graad of 1,22 en er vallen af en toe een paar buien. Vanaf maandag gaat het roer helemaal om. De temperatuur die schakelt overdag naar eerst 21 graden. Later daalt de temperatuur naar 19 graden. En ja, elke dag kunnen er wel een paar buitjes vallen. Ja, en de temperatuur of de wind die is af en toe vrij krachtig uit het zuidwesten. En dan moet ik ook nog zeggen dat de zaterdag voor vandaag hebben we mogelijk een krachtige tot harde wind aan de kust. Dit was het weekendweerbericht van dit weekend.